Als je nou flauw bent en je zit in de auto, in de file, is niets lekkers dan snackgroenten. En een van de beste snackgroenten zijn worteltjes. En we kennen natuurlijk allemaal de oranje wortel. Dat zijn hele jonge worteltjes. En die oranje wortel kennen we wel, want het is eigenlijk misschien wel een van de oudste wortelen van Nederland, denken we. Dat is niet waar. Dit is veel ouder en die gele zijn nog veel ouder. Dat zijn eigenlijk de oorspronkelijke wortelen. En dat oranje heeft in Nederland een speciaal plekje gekregen toen het huis Oranje beroemd werd. En de vijand dat niet leuk vond, hebben wij oranje wortelen gewoon als protest gewoon overal neergehangen en laten zien en op de markt gelegd. En dachten allemaal van haha, dat zie je allemaal niet. Maar die wortels die zijn heerlijk om te knagen. Maar kijk eens wat je met die kleuren kan doen. Ik kan me voorstellen in de winkel die wortels ziet liggen en denk van nou wat moet ik aan ermee? Maar kijk eens hoe prachtig die kleuren zijn. Leg het op een bordje neer en ik weet zeker de kinderen het achter elkaar gaan opeten. En eigenlijk kan je gewoon over een salade heen schilderen met wortelen. Als je nou praat over kleur op je bord, mooi hè?